ben hier op de kermis. Eerste dag dat we open gaan. Ik ben op weg naar de schiettent. Waar Ria van Dijk zometeen haar 80ste foto gaat schieten. We hebben die jongens van de schiettent en de poffertjeskraam speciaal gevraagd om open te gaan. Iets eerder om dit te kunnen bewerkstelligen. En ik zie al dat de mensen van Kermis FM hier achter mij al druk bezig zijn in de voorbereiding. En ik moet een beetje opletten hier met het fietspad oversteken. Ja, daar is hij. Hier gaat het gewoon gebeuren. Voor Ria, haar 80ste. En wat een fanclub al. Heel veel mensen komen hier kijken. Tenminste, heel veel pers komt hier kijken. Omroep Brabant, Hart van Nederland, Algemeen Dagblad, wat hebben we hier allemaal. Er staat hier van alles. Ze komt nu aangereden achter in de taxibus. Hier zie je ze. Ze is inmiddels uitgestapt en ingestapt. En kijk maar eens even mee. Maar ja, ik kan ze ook niet even storen, want er wordt ook een documentaire nu opgenomen. Dus ik wacht heel even als ze deze kant op komt. Ja jongens, er wordt hier veel gefilmd. Dus we houden het een beetje rustig. Kijk maar gewoon. Ja, dat ga ik doen. Oké. Ja. Oh, je hebt geen geld bij je. Ja. Nou, dat doen we voor niks deze keer. Ja. Mag die pakken? Ja. Waar zit hij nou? Op de nul. Ja, maar dat is het begin, hè. Dat is even de spanning. Je weet het op de kermis, hè. Even de spanning opvoeren. Nee, maar dat doet wel. Ik heb het aan het zelf. Ik was een dood. Ja, dat doe ik op het... Dat kan niet. Hij heeft buitenschul. Ja, maar dit kan niet. Het puntje in het gleufje. Ja. Oh. Ja, zo'n nieuw. Derde raak. Echt super knap. Zagen jullie dat? Derde raak. Hier zijn we. Expositie hier aan de dijk. En ze wordt rondgereden. Volgens mij door onze kermiswethouder onder meer. Gij heeft het hoekje nog. Ik zie druk met pers. Hoe stond u zelf zo 80 jaar te zien? Ja, ik ben uitgekeken. Ik ben uitgekeken. Het schrik om achter te spreken. Ja, dat moet het doorgaan. We zullen doorgaan. Ja, als het maar doorgaan. Bent u niet boos op ons, hè, dat we zoveel geregeld hebben? Nee. Al die drukte. En men niet. Ja. Ik ben ergens niet verstikken. Deze is allemaal weg. Dat is het ook. Het is mooi om zo'n leeftijd te bereiken, maar tegelijkertijd heel veel mensen bereiken dat niet. 97, 98, 98, 98. Dat is gewoon Duitsland. Ja. 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 En hier heb ik de fanclub. Oh ja, met fanclub, kijk. De fanclub. Ja, dat is 10 jaar geleden. Ja. Ja, het was natuurlijk ook al... Ja, ja. En hier de familie... Familiezoontjes. Ja, en is het toen al de stok? Ja. Ja, dat ja. Leuk. Ja. Ja. En hier weer. En toen ik bij mijn stok, ja, hier. Ja? Ja. En hier hangt hij. Dit is die van vanmiddag. Die van vanmiddag. Dit is die van vanmiddag. Nou, is het nou goed? Nou, wel. Ja. Ik kom heen. Morgen. Ja, jongens, het is echt een ware drukte. Je moet er dus echt bij zijn. Gedurende de kermis kun je hier terecht. De expositie laat ik niet al te veel meer zien, want anders is de verrassing er vanaf. China Sita van 12 tot 6. Er zijn supposten aanwezig. Hey, die verkopen ook de boeken van Ria. Die zijn de eerste 150 gesigneerd. En als je je naam en adres achterlaat, dan sturen we nog een Polaroid die ze dit jaar heeft geschoten, sturen terug. Ik denk dat het nu tijd is om iets te gaan drinken. Het is heel erg warm. Jongens, tot maandag denk ik, roze maandag. Doei!